Deze fietsers zijn met grote plannen naar het Nationale Park de Kennemerduinen gekomen. Ze hebben het gemunt op de vogels die in dit jaargetijde op zoek zijn naar een woongelegenheid. En ze hebben een plannetje waarvan de directeur van het park, ingenieur Roderkerk, de geestelijke vader is. Zij gaan de vogels comfortabele woningen verschaffen die ze tijdens de handenarbeidlessen op school hebben gemaakt. De nestkastjes werden gebouwd door leerlingen van de Koningin Wilhelmina School in Overveen. Ter plaatse leggen ze er de laatste hand aan. Dat is een dekselswerkje, evenals trouwens het bevestigen van de flatwoningen. Zo wordt getracht de jeugd op te voeden in de liefde voor de natuur en wat daarin leeft. Gehoopt wordt dat daardoor onder andere een eind zal komen aan het uithalen van vogelnestjes. De leerjongens zijn nog niet verdwenen of de mezen gaan op verkenning uit. Vader Mees gaat eerst een tijdje op de kast zitten. Zijn onderzoekingen worden in spanning van de begane grond afgevolgd. Al spoedig zijn vader en moeder beide in de weer met het inrichten van hun nieuwe woning. En gesterkt door dit eerste succes gaan de huiseigenaartjes op de ingeslagen weg voort.